Ja, ik praat verder met de Jo de Rode, onderwijsspecialist van Open VLD. Dag meneer de Roo. Goedemiddag. Ja, veel vragen hè, naar de studie van professor Van Damme, die vorige studie samenbundelt en eigenlijk ja, aantoont wat we al langer wisten, omdat het natuurlijk over vorige studies gaat. Ons onderwijs gaat erop achteruit. Ik hoor de minister dan samenvatten wat de afgelopen legislatuur allemaal gebeurd is om die daling te stoppen. Onder meer de nieuwe eindtermen in het secundair onderwijs moeten een halt roepen aan die daling. Volstaat dat als antwoord voor u? De nieuwe eindtermen is nooit een volledig antwoord. Laat dat duidelijk zijn. Dat is ook niet het antwoord van de huidige regering geweest. Naast de eindtermen is er ook een decreet, zijn er verschillende decreten rond de lerarenopleiding, om maar eentje te noemen. We zien nu dat de inspectie een vernieuwd onderwijs kwaliteitskader uitvoert, waarmee ze nog veel fijner zelf kan kijken wat er goed loopt in onze scholen, wat minder goed loopt. Dus die eindtermen op zich zijn een heel belangrijke opstap naar een beter onderwijs, maar zullen nooit de silver bullet maar goed, zijn. We gaan natuurlijk niet meteen weten of het dan effect heeft. We gaan nog enkele jaren moeten wachten om te zien of die daling dan werkelijk gestopt is. Hebben we die tijd om zo lang te wachten? Wel, en dat is net wat vandaag gepresenteerd is. De onderwijsinspectie heeft nu een nieuw kader ontwikkeld waarbij dat ze veel beter in scholen kan kijken wat de toestand van de kwaliteit van ons onderwijs is. En daar goed, dan stel je het vast, ja. Maar dan moet je nog een aantal stappen zetten om het te verbeteren. Kunnen we zo lang wachten? Ja, moet er niet meteen ingegrepen worden? Ik heb aan de minister gevraagd, ze gaan nog één laatste gesprek voeren met de koepels na de paasvakantie. Dat gaat over het inzetten van de begeleiding. Dat zijn de mensen die op de koepel werken en die de leerkrachten begeleiden. Zij hebben volgens mij een cruciale rol. Als we willen dat leerkrachten bijvoorbeeld beter evalueren, het aanbod van bijvoorbeeld wiskunde en wetenschap beter afstemmen op die eindtermen, ook de nieuwe eindtermen, ja, dan hebben zij een cruciale rol. En dan zien we dat zij veel te weinig in de klas, in de school zijn. Vandaar dat vanuit onze partij de vraag heel duidelijk is, zet die mensen meer in waar ze nodig zijn. Bij leerkrachten en hier niet in Brussel. Ja, want goed, het vaststellen van wat er schort, die fase, die hebben we nu toch wel stilaan achter de rug, mag ik hopen. Ja, maar dan stel ik samen met mijn partijvoorzitter vast dat mensen zoals de grote baas van het katholiek onderwijs deze week nog zei dat de nieuwe eindtermen, de lat te hoog leggen. Ja, en ja, het was dat iets genuanceerder dan dat natuurlijk. Hè? Ja, nee, want dat is niet zo overgekomen. Hè. Ik heb van heel veel mensen gehoord en die mij dan als wetgever de vraag stellen, hebben jullie de lat effectief zo hoog gelegd dat daar niemand meer over kan? Nee, hè. De eindtermen zijn minimumdoelen. Wij zouden veel liever en die hebben zijn dat wetenschappelijk onderzocht ook? Ja, de mensen die ze uiteindelijk hebben uitgeschreven zijn geen parlementsleden. Wij hebben aangegeven over wat die moeten gaan. Pedagogen, onderzoekers, maar ook leerkrachtenbegeleiders, ook leerkrachten, ook mensen uit de koepels. Dus dat zijn mensen die daar wel mee werken. Om te gaan. Die eindtermen moeten dan resulteren in nieuwe handboeken, worden door uitgevers op de markt gebracht, dat zijn privébedrijven. Is daar controle op? Nee, omdat scholen vrij zijn in het moet dat niet? Nee, als je houdt van vrijheid van onderwijs, dan moet je gaan controleren of dat de resultaten geboekt worden, hoe ze dat maar doen goed, is voor de scholen. Je kan als wetgever natuurlijk wel zeggen, dit is de lat waar iedereen dan over moet. Leerlingen gaan handboeken gebruiken om over die lat te geraken, maar als we vooraf niet weten of die handboeken deugen, ja, dan gaan we misschien vaststellen binnen enkele jaren van oeps, we hebben te laag gemikt. Ja, maar door zoveel, de laatste weken zijn er een aantal rapporten gepubliceerd. Dat zet de zaken op scherp, ook voor ouders. Hè. We onderschat niet hoeveel ouders ongerust zijn over de ontwikkelingskansen van hun kinderen, over de toekomst van hun kinderen. Ik kom met een aantal collega's deze ochtend bij VOCA, ook werkgevers zijn ongerust over het potentieel van hun toekomstige werknemers. Die gaan ook wel de druk zetten op het onderwijs. En dan heb ik het niet op de ene individuele leerkracht, maar wel op de inrichters van onderwijs. Zij moeten hun verantwoordelijkheid nemen en die lat effectief hoog leggen. Maar goed, en hoe ze het doen, dat is hun vrijheid. Dat is een goed en daar looft iedereen in de wereld ons. Dat is ook goed, dat staat ook in onze grondwet. Ja, dat is ook de reden dat we zo'n goed onderwijs gehad hebben. Alleen moet je die vrijheid natuurlijk niet invullen met dan zelf dingen te gaan verbieden. Ik geef één voorbeeld. Dit parlement stemt dat Engels mag gegeven worden in het curriculum in de basisschool. Omdat onder andere onze partij vindt, je kan niet zo vroeg mogelijk beginnen met talen. Als je dan ziet dat er in interne notas van het katholiek onderwijs staat, ja, dat raden wij toch af. Ja, dan denk je, waar is men mee bezig? En dan vind ik, dan is het aan de minister om de inrichters van onderwijs bij haar te roepen en te zeggen, kijk, namens de Vlaamse bevolking, namens het parlement, dit kan niet. Daar moeten jullie verantwoordelijkheid dit is wat we vragen. Maar goed, ik wil nog eens terugkeren naar die handboeken. Ja. We moeten toch wel zeker zijn dat die deugen, dat die gaan helpen
in het behalen van die eindtermen, hoe gaan we dat controleren? Wel, de inspectie kijkt op de school naar het aanbod van wiskunde, van wetenschappen, van Frans, hoe dat aansluit bij die eindtermen. Het aansluiten erbij, als men vaststelt dat niet deugt, ja, dan is dat bijvoorbeeld, omdat in sommige scholen de methode die gebruikt wordt, niet afdoende rekening houdt met de eindtermen. Dus daar zit wel een hefboom voor controle van de inspectie. Er is een soort stok achter absoluut. De deur. En als school een slechte doorlichting krijgt, dat wil je niet meemaken, want dat staat op internet. Dat lezen ouders, dat lezen journalisten. Dan krijg je lastige vragen. Dus je kan op die manier, via een goede controle door de inspectie, effectief op het terrein het een en het ander in beweging zetten. Moet de inspectie versterkt worden? Ik vind van wel. Als we, zoals in Vlaanderen, een grote vrijheid van onderwijs hebben en we geven scholen en inrichters van onderwijs alle mogelijkheden om de weg te volgen, om leerlingen zich te laten ontplooien, om te leren, om die eindtermen te bereiken, ja, dan heb je ook ogen op het terrein nodig. Dat is geen kwestie van wantrouwen, maar dat is een gezonde filosofie. Vlaanderen heeft heel veel geld over voor onderwijs, meer dan 13 miljard. Dan heb je ook een goede controle nodig. En ik denk dat het inspectiekorps in de volgende legislatuur, dat moet niet over tientallen mensen gaan, maar een aantal experten rond nieuwe domeinen, nieuwe eindtermen, dat ze die best aan kunnen trekken. Ja. We hebben het nu de hele tijd over het secundair onderwijs. Er is ook het basisonderwijs natuurlijk. Deze regering, waar uw partij deel van uitmaakt, heeft daar te weinig in geïnvesteerd, zegt de oppositie ter linkerzijde. Voelt u zich aangesproken? Ik denk dat gans het parlement zich aangesproken gevoeld heeft. Hè. Ik kan je nu niet zitten zeggen dat er zoveel geld bijgekomen is dat er een overschot zou zijn. Integendeel. Nee, 2 weken geleden werd er nog gestaakt. 2 weken geleden is er gestaakt en hebben we in dit huis ook een motie aangenomen over de partijgrenzen heen om een aantal dingen te doen na de volgende legislatuur. Waar we willen op inzetten is het versterken van dat kleuter- en lager onderwijs door meer werkingsmiddelen. We willen effectief naar een aantal zaken in het kleuter- en lager onderwijs werken. Binnen de macht van het parlement, dan is het uiteindelijk ook nog aan het terrein om het te doen. Bijvoorbeeld één ding waar ik niet aan goed, wil, maar moest dit niet eerder zijn gebeurd? Wel, er zijn een aantal stappen genomen. Er zijn opstappen genomen om meer werkingsmiddelen voor het kleuteronderwijs in te schrijven. En dat is ook in de begroting 18 en 19 voorzien. Maar is dat voldoende geweest? Nee. Maar er komt bij, is iedereen het blijkbaar over eens. Bedankt voor dit gesprek. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.